welkom bij IMTV Games. Vandaag staat helemaal in het teken van Halloween. En daarom hebben wij speciaal voor jullie een top 5 gemaakt met de engste game. Op nummer 5 hebben wij Dead Space gezet. Dead Space is een survival horror game. Je kruipt in de huid van de engineer Isaac Clarke. En hij komt langzamerhand tegenover de necromorph te staan. Op nummer 4 hebben wij Outlast gezet. Dat gaat over een freelance fotograaf. Hij krijgt een tip van een anonieme bron dat hij moet komen naar een psychiatrische inrichting. Daar gaat hij op af, maar wanneer hij daar binnenkomt, dan ziet hij alleen maar overal lijken liggen. Het enige wat je kunt doen is wegrennen. Dat scoort natuurlijk hoog bij elke horror game. Op de derde plek hebben wij Fear gezet. Deze game is eng vanwege dat paranormale. Je hebt namelijk dat kleine meisje Alma die hier en daar achter je aan zit. Je hebt natuurlijk een aantal schrikmomenten. De persoon die je bent heeft ook nog eens een soort van superkrachten. Waardoor hij zijn slow-mo effect kan doen. En waardoor hij zich sneller voort kan bewegen. Op de tweede plek hebben we Slender. Ja, Slender is eigenlijk een indie game. Dus het is eigenlijk maar een hele kleine, simpele game. En het is de bedoeling dat je 8 velletjes papier met rare tekeningen erop vindt. En ondertussen zit Slenderman achter je aan. Slenderman, die wil je niet in het echt tegenkomen. Het is een creepy man in een pak. Hij heeft geen gezicht. En ook zodra je het ziet, krijg je in één keer hele felle geluiden en je beeld begint te flikkeren, waardoor je je echt helemaal kapot schrikt. Op nummer 1 hebben we Amnesia The Dark Descent gezet. Waarom ik die persoonlijk super eng vind, is omdat je niet weet wanneer die monsters eraan komen. Of het is constant donker, je licht kan ook uitgaan, je kan jezelf niet verdedigen, je kan echt alleen maar wegrennen. En je kijkt dus ook continu naar plekken waar je je kan verbergen. Waar is het licht? Waar moet ik heen rennen als er iets gebeurt? Heel snel nadenken terwijl er iets achter je aan zit en je weet niet eens wat. Nou, dit was de Halloween special. Tot de volgende keer.